ABS. Ja. En dat zijn commando's. Oh. Ga door, ga door, Peter. Dames en heren, partners van Veteranen, fijn ook dat wethouder Elsa Kalei aanwezig is hier namens gemeentebestuur. En wat goed om u hier vanavond te zien. Zoals u de uitnodiging heeft kunnen zien en lezen, hebben we gekozen in afstemming met een aantal van u om het wat anders te organiseren dit jaar. We merkten een dalend aantal aanmeldingen om allerlei verschillende redenen. En we hebben wat gepolst, hoe zou je nou toch als gemeentebestuur respect kunnen betuigen, aandacht kunnen geven aan de Amstelveense veteranen en de partners. En tegelijkertijd ook een vorm vinden die ook daarbij aansluit bij dat respect. We hebben gemeend met input van velen van jullie om dat op deze manier nu te doen, voorafgaand aan de 4 mei herdenking. U moet tussendoor en de afloop maar even aangeven wat u daarvan vindt. En het idee was, is en blijft bij dit soort ontmoetingen om elkaar te zien. U onderling, de veteranen, maar ook partners onderling en partners en veteranen. En ook, nogmaals, ik herhaal dat graag, want ik vind het belangrijk, respect vanuit het gemeentebestuur, vanuit Amstelveen. We zullen straks na het eten gezamenlijk gaan richting het monument. En zullen uiteraard ook samen inwoners stilstaan bij het oorlogsmonument en ingang van het Boerse Park. Met elkaar denken wij zo de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
alle mensen die zijn overleden of vermoord tijdens de oorlog, maar ook alle mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En natuurlijk ook voor de mensen die met conflicten en vredessituaties betrokken zijn geweest na de oorlog. Dames en heren, ik zei het net al, als veteraan hoort u tot een uitzonderlijke groep mensen die zich inzet of heeft ingezet voor de vrijheid van anderen in ons land, in voormalig Nederlands-Indië, maar ook steeds meer in veel andere conflictgebieden. Belangrijk om hier ook nu te benadrukken. En uw inzet en offers hebben bijgedragen, mede bijgedragen aan een vrij en democratisch Nederland. En ook de grondslag gelegd voor de relatieve welvaart en de veiligheid die wij vandaag in ons land kennen. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat laat de oorlog in Oekraïne goed zien. Vrede en vrijheid zijn nooit vanzelfsprekend. En de offers die de Oekraïnse soldaten brengen voor de soevereiniteit en vrijheid van het land zijn hoog. En ik kan me voorstellen dat beelden van die oorlog herinneringen naar boven kunnen halen. U weet immers wat oorlog is, wat conflict situaties met mensen doet en wat het ook betekent voor u als veteraan of mensen die daaromheen zijn. In positieve en in negatieve zin. En u heeft wellicht ook herinneringen aan diverse aangrijpende en indrukwekkende momenten. En ik hoor veteranen vaak over kameraadschap, trouw en moed, maar ook over de gevaren en de risico's en daarnaast over het lang van huis weg zijn van dierbaren. Op 3 april ontvingen 15 militairen of oud-militairen in ons land een dapperheidsonderscheiding voor hun moedige en professionele optreden tijdens een militaire missie. En zij voerden met hun teams onder moeilijke omstandigheden operaties uit op onder meer de Indische Oceaan en in Afghanistan en Cambodja. Bijzondere verhalen over bijzondere operaties. En het is belangrijk dat we ook voor deze jongere veteranen aandacht hebben en voor hun ervaringen. En ook van hen leren wij hoe vrede en vrijheid nog steeds worden gevochten. Zij verbinden ons met andere plaatsen en situaties in de wereld. Net zoals de oudere veteranen ons verbonden houden met ons eigen verleden. En ook dat is belangrijk. Ik hecht veel waarde aan u. Het feit dat u hier bent, met uw partners, ook de mensen die vanavond graag aanwezig hadden willen zijn, maar niet konden. Heel belangrijk. En we zijn trots op u, een bijzondere groep inwoners van onze gemeente Amstelveen. Wat u heeft gedaan en de waarde waar u voor staat, daar kunnen wij allemaal van leren. Een voorbeeld voor ons allen. We hebben sinds 2021 een veteranenperkje, het Witte Anjes in het Broerse Park vlakbij, als blijk van waardering en erkenning. En ook een plek waar u wel eens heen kunt gaan, of anderen heen kunnen gaan, met ieder zijn of haar eigen gedachten. En we mogen nooit vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog en in de oorlogen en conflict situaties daarna is gebeurd. Met elkaar moeten we ons blijven inzetten voor een samenleving waar iedereen vrij en veilig kan leven. En waarin elk mens wordt gerespecteerd. Elk mens. Altijd. En u leverde als veteraan en levert sommigen nog daar een belangrijke bijdrage aan. Nogmaals, namens het gemeentebestuur en de Amstelveense samenleving, dank u wel. Straks zal ik bij de herdenking op 4 mei nog iets meer over zeggen. Dank voor uw aanwezigheid nogmaals. Nou, laat mij nog even weten hoe deze setting ervaren wordt zo dadelijk. Geniet ervan. Inmiddels heb ik lang genoeg gesproken dat de ontbrekende kaartjes van wat daar geserveerd wordt beschreven zijn. Dus dat zal gebeuren, kunt u lezen.
En als het niet goed geschreven is, horen we het wel. Mensen, we hebben gemeend op deze manier u te bedanken. Uw wezenheid alleen al hier, vind ik in elk geval bijzonder belangrijk. Ik weet dat u bent. We gaan samen even eten, een gesprek met elkaar voeren. En dan stel ik voor na afloop gezamenlijk richting het monument te gaan lopen vlak naast. Dank u wel voor uw aandacht. Ook wel fijn dat u er bent. Fijne avond.